Ja, we hadden al met elkaar gelachen. Hè? Om die hotels voor die asielzoekers. Ja, dat vonden we al te gek. Maar nou heb je die gelezen nog over... Die gasten die gingen die fietsen stelen daar in Dronten. En om dat te voorkomen krijgen die mensen nu nieuwe fietsen. Die asielzoekers krijgen nieuwe fietsen. Om te voorkomen dat ze fietsen gaan stelen. Dus ja, dus als je een nieuwe fiets wil in Nederland, geen enkel probleem. Dan jat je er gewoon heen, krijg je een nieuwe. Ja, hé. Hey. Dus ja, hoe simpel kan het zijn? Het wordt steeds doller. Het wordt steeds maffer gewoon. Ja, het is niet die politici, die hebben gewoon geen idee meer hoe ze het asielbeleid moeten aanpakken. Wat ze hiermee aan moeten. Ze zijn volkomen de weg kwijt. Ja, en daarna moeten ze er weer over gaan praten bij de VVD-congres. Nou, vrienden, hey, die Rutte, die klept zich er zo weer uit en klaar. En daar komt helemaal niks van. Ze weten het gewoon helemaal niet meer. En heb je die mevrouw Bikker gehoord? Van de ChristenUnie. Dat is ook van... Die ging duizelig naar huis. Van de gedraai en draai en draai en geen antwoord geven. Maar die is ook van de vereniging van kom maar binnen met je knecht. Samen met D66. Ja, dus daar komt geen einde aan. En ze weten het niet meer, want ze stoppen het niet aan de voorkant, die instroom. Dat wordt niet gestopt. Dus aan de achterkant nemen ze de ene rare beslissing naar de ander. En nu zitten ze dan weer met die spreidingswet. Daar weten ze ook niet van wat ze ermee aan moeten. En ze zitten al maandenlang in een groepje. Hebben ze dan een groepje hebben ze samengesteld. Zogenaamd met de benen op tafel gingen ze praten over het asielbeleid. En komt helemaal niks uit. Komt helemaal niks uit. Al maanden en maanden en maanden gebeurt er gewoon helemaal niks. En dat komt omdat ze zich geen enkele voorstelling kunnen maken dat Nederland het helemaal klaar mee is. 85% van de mensen wil gewoon dat asielbeleid totaal verandert. En dat doen ze gewoon niet. En dat komt omdat ze helemaal die touch met de maatschappij kwijt zijn. Want jij kan wel keurig in je villaatje en in je keurige, chique appartementje, kan jij wel politiek correct bedenken dat het geweldig is om iedereen maar binnen te laten komen. Maar ga er zelf maar eens naast wonen. Hé, hey, meneer de politicus of mevrouw de politica, ga dat eens doen. Doe dat nou. Ga nou gewoon naar Ter Apel. Huur daar een paar maanden een huis. En laat het eens lekker op je inwerken. Ja. Laat je kinderen lastigvallen. Laat je vrouw lastigvallen. Laat je even lekker je tuin even vol laten schijten. Ja, geen enkel probleem. Laat even nog wat jatten uit je huis. Nog, ja. Allemaal die. Onderga dat nou gewoon eens. Ja. En dan ga je terug naar Den Haag en dan ga je weer keurig met je beentjes omhoog op tafel eens even nadenken of je die asielstroom wel een beetje moet indammen. Ja, dat ga je dan doen, ja. Dus dat stel ik nou voor, jongens. Gewoon, ook als je zo'n gemeente dwingt om zo'n opvangcentrum te nemen, ga daar lekker naast wonen een tijdje en ga dat ook doen. En dan krijg je een ander beeld. Vrienden, geloof mij nou, want jullie zitten daar maar in je torentjes een beetje... Ja, en dan weet ik zeker, dan zijn jullie helemaal klaar met politiek correct.